Koperdieven hebben in de nacht van woensdag op donderdag grafmonumenten vernield op begraafplaats Emmaus in Vlaardingen. Ze hebben koperen buizen losgewrikt en meegenomen uit de grafmonumenten. In totaal gaat het om zo'n 10 graven die zijn beschadigd. Ja, het was afschuwelijk. Ik kreeg 's morgens een telefoontje van een van de medewerkers hier. Die was helemaal ontdaan. Hij zegt, ja, het is vreselijk. Hij zegt, ze hebben koper gestolen. En er zijn wel paaltjes waar dat koper dan in zat. Zijn omgeschopt, geduwd. En ik zeg, oké, ik kom. En inderdaad, het ziet er niet leuk uit. De dieven maakten kilo's koper buit. Toch kregen ze niet alles los wat ze wilden meenemen, zoals hier is te zien. De diefstal heeft veel onrust veroorzaakt. Ja, we krijgen de hele dag door telefoontjes. Het is natuurlijk in het nieuws gekomen. De meeste mensen bellen uit bezorgdheid uiteraard van wat is er ook gebeurd. En we vragen allereerst, heeft u koper, heeft u dat soort zaken? En dan gaan we even kijken en dan, meestal gelukkig valt het mee. Inmiddels zijn veel stenen en pilaren weer rechtgezet op de graven. Dit uit respect voor de nabestaanden. Ook is het morgen Open Monumentendag en dus moet het er netjes uitzien voor de bezoekers. De gemeente gaat extra veiligheidsmaatregelen treffen om de begraafplaats te bewaken. Ja, het is heel lastig om. Aan de ene kant zijn we heel open als begraafplaats. We willen eigenlijk dat de mensen allemaal op bezoek komen. Dus je kan er moeilijk een hoge hek omheen gaan zetten. We hebben het over camerabewaking. Daar hebben we het ook over gehad, maar het is een heel groot terrein. Dus wil je dat helemaal bedekken. Maar we gaan wel wat doen. De gemeente doet aangifte bij de politie en roept getuigen op om zich te melden.